Hallo allemaal, vandaag gaan we de woorden herhalen van blok 7. Je ziet ook dat ik 20 cijfers opgeschreven heb, dus we gaan zoveel mogelijk woorden herhalen. Jullie hoeven ze straks zelf niet na te kijken, dat zullen wij voor jullie doen. Omdat jullie zoveel woorden hoeven te schrijven, zullen wij het dan voor jullie nakijken. Ik heb voor jullie nog wel even het doel opgeschreven. We hebben dit blok gewerkt aan categorie 11. Ook de kaart van categorie 11 staat erbij. Dus kijk daar goed naar tijdens de herhalingsles van vandaag. En natuurlijk rechtsbovenaan de categoriekaart. Zorg dat je die bij de hand hebt. Denk bij elk woord goed na over welke categorie erbij hoort. Welke regel hoort er ook alweer bij. Hoe schrijf ik het woord? Schrijf het woord dus goed op. Schrijf de categorieën op. En check straks ook even hoe dat je het woord geschreven hebt. Als je voor jezelf je woorden controleert. Ik ga dadelijk de woorden voorlezen van 1 tot en met 20. Mocht ik te snel gaan voor je, dan kun je me natuurlijk altijd even op pauze zetten. En dan kun je mij weer starten wanneer jullie er klaar voor zijn. Goed, dan gaan we starten. Woord 1, schrijf op tegenover. Woord 2, schrijf op personeel. Woord 3, schrijf op mening. Woord 4, schrijf op salaris. Woord 5, schrijf op tevens. Woord 6, schrijf op aardappel. Woord 7, schrijf op akkoord. Woord 8, schrijf op immers. Woord 9, schrijf op kennis. Woord 10, schrijf op klasse. Woord 11, schrijf op modellen. Woord 12, schrijf op ongelukken. Woord 13, schrijf op adressen. Woord 14, schrijf op ogenblikken. Woord 15, schrijf op portretten. Woord 16, schrijf op 1000. Woord 17, schrijf op oerwouden. Woord 18, schrijf op aardbeien. Woord 19, schrijf op seizoenen. En het laatste woord, woord 20, schrijf op feiten. Zoals ik aan het begin van het dicté zei, jullie hoeven het nou niet mee na te kijken. Dat zullen wij straks voor jullie doen. Maar controleer natuurlijk wel even al je woorden. Kun je zelf lezen wat je opgeschreven hebt? Heb je de categorieën erbij gezet? Klopt het wat je opgeschreven hebt? En als jij denkt dat het zo goed is, dan mag je je dicté weer naar ons opsturen en zien wij het graag tegemoet en zullen wij voor dit keer jullie dicté nakijken. Dankjewel!